Eh, misschien is het wel de, een van de meest gestelde vragen die ik eigenlijk op internet lees. Welke camera moet ik kopen? Eh, we besteden namelijk vaak heel veel tijd en aandacht aan het uitzoeken van de beste camera. En welke camera dan de meeste specificaties heeft en op papier eigenlijk de mooiste is. Eh, maar we leggen dus heel veel geld neer voor een nieuwe camera. Maar is dat eigenlijk wel slim? Is het wel slim om geld te investeren in een camera terwijl... Misschien wel het allerbelangrijkste van een camera. Niet zozeer die camera zelf is, maar de lens of het objectief. Uh, daarmee maak je immers de foto. Wanneer je dus een dure camera koopt, dan is het dus eigenlijk ook maar al te vaak zo dat er nog maar weinig geld overblijft om een ja, goed objectief aan te schaffen. En dat is eigenlijk hartstikke zonde. In deze video leg ik je namelijk uit waarom. Mijn naam is Greg, beeldmaker bij gregteulings.nl. Welkom op dit YouTube kanaal dat volledig is toegewijd aan fotografie en beeldbewerking. Vind jij het nou leuk om hierover meer te leren? Word dan lid van mijn kanaal door hieronder op die rode knop abonneren te klikken. Kost niks. Druk ook even op de belletje ernaast, dan krijg je namelijk automatisch een berichtje wanneer ik een nieuwe video online heb gezet. En dat is natuurlijk super handig, want zo hoef je helemaal niets meer te missen. Wanneer je net begint met fotograferen, ja, dan zul je misschien nog niet zo direct begrijpen waarom het nou zo belangrijk is om bij die nieuwe camera ook gelijk gewoon een goede lens te kopen. Geloof me, goed glaswerk, dat is echt uiteindelijk veel belangrijker dan een goede camera. Aan een goed objectief zul je uiteindelijk dan ook veel meer plezier beleven dan aan die camera zelf. Eh, camera's die gaan, eh, na een jaar of drie, vier, dan zijn ze echt al op. En een lens, ja, die hou je natuurlijk bij. Die hou je in je tas en die kun je blijven gebruiken. Wanneer jij dus van plan bent om je eerste camera te kopen met verwisselbare lenzen, is het dus eigenlijk ook heel belangrijk om niet alleen te kijken naar die camera zelf, maar ook naar hoe dat systeem eruit ziet. Hoeveel lenzen heeft zo'n systeem te, te bieden? Wanneer je dan direct goed investeert in een goed objectief, ja, dan zul je ook al heel snel zien dat je veel minder snel de noodzaak ziet om na aanschaf een, ja, al heel snel een nieuwe lens te kopen. En naarmate je dan je camera beter leert kennen uh, en meer leert over fotografie, dan zul je ook zien dat je heel veel sneller meer kwaliteit uit je camera en je objectief weet te halen. En op het moment dat je dan ja, die eerste camera ontgroeid bent, dan is het natuurlijk veel eenvoudiger als je al over een serie lenzen beschikt om dan pas die camera te verwisselen. Uh, wanneer je dan een camera koopt uh, met dezelfde lensmonding, dan kun je zo alles meenemen. En ja, dan hoef je dus ook niet moeilijk te doen. Dan heb je alles al, hoef je alleen maar één keer in de zoveel jaar eigenlijk nog een camera te kopen. Uiteindelijk kun je dus door te investeren in objectieven op de langere termijn flink wat geld besparen. Kijk, het is natuurlijk belangrijk dat je direct een nieuwe goede camera koopt. Op zich logisch. Uh, maar een lichtgevoelige sensor, ja, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Een camera met veel autofocuspunten is super handig. En als hij dan ook nog eens een keer heel veel megapixels heeft, ja, dan is dat natuurlijk de kers op de taart. Maar ja, tegelijkertijd, het objectief dat je op de camera plaatst, is eigenlijk veel bepalender voor de kwaliteit van die foto. Want ja, wie de techniek van het fotograferen die beheerst, ja, die kan eigenlijk met iedere camera wel een goede foto maken. Dus. Om die reden heb je helemaal geen beste of duurste model camera nodig. Uh, een duurdere camera maakt je uiteindelijk gewoon geen betere fotograaf. Sterker nog, heel vaak wordt in een ja, wat goedkopere camera exact dezelfde sensor en ook nog eens een keer dezelfde ja, beeldverwerkingsprocessen gebruikt. Dus het hart van die camera, ja, die is exact hetzelfde als, die, ja, als dat duurdere model. En... Het verschil zit hem dan dus ook helemaal niet in de beeldkwaliteit tussen een goedkopere en een duurdere camera, maar veel meer in ergonomie en mogelijkheden. Een duurdere model camera, ja, dat geeft je gewoon net dat extra knopje waarvoor je anders het menu in moet. Of uh, die duurdere camera, die, ja, die houdt even net even wat lekkerder vast. Of je kunt er net een bepaalde instelling even ietsje sneller mee instellen of verzetten. Ja, er zijn dus eigenlijk gewoon een heleboel dingen op een duurdere camera aanwezig, die alleen het bedienen van zo'n camera makkelijker maken, maar uiteindelijk helemaal niet van invloed zijn op de kwaliteit van het beeld zelf. Als je dus een professionele fotograaf dan ook vraagt van, goh, nou wat vind jij nou belangrijker? Wil jij nou liever een camera met heel veel knoppen en mogelijkheden? Of, nou ja, kies jij liever voor een lichtsterker objectief? Dan weet ik eigenlijk zeker dat de meeste van die fotografen zullen kiezen voor dat objectief. Een goede lens is namelijk zo ontworpen dat hij gewoon minder last heeft van bepaalde beeldfouten. Zoals aberratie of ton of kussenvorming. En bovendien zal een goed objectief altijd van, nou ja, van hoek naar hoek ja, dan zal die scherp zijn. Uh, dus, en als bijkomend voordeel heb je dan ook nog eens een keer dat die vaak sterker zijn. Waardoor je dan ja, van die mooie achtergrond ontscherpte kunt krijgen wat eigenlijk uiteindelijk ook niet heel onbelangrijk is. Uh, en als laatste heb je dan ook nog eens een keer het voordeel dat je vaak een snellere sluitertijd kunt kiezen, en dan hoef je ook die ISO niet zo snel omhoog te gooien. Uh, ja, uiteindelijk betekent dat een goed objectief kopen alleen maar meer creatieve mogelijkheden je te, te bieden heeft. Diafragma en de brandpuntsafstand, ja, dat is het eerste waar je uiteindelijk over na moet denken als je een nieuw objectief wilt kopen. Uh, het diafragma bepaalt immers ja, hoe snel een objectief is, uh, hoe goed je dus ook een onderwerp van de achtergrond kunt scheiden. En een objectief met een ja, groot diafragma, een lens dus met een heel laag F-getal, uh, geeft je bovendien de mogelijkheid om er langer onder minder goede lichtomstandigheden mee te kunnen blijven fotograferen. Bovendien kun je dan met zo'n lens het onderwerp ook nog eens een keer beter losmaken van de achtergrond. Ja, en daardoor kun je dan zo'n hele mooie zachte achtergrond krijgen. Het brandpuntsafstand, ja, die bepaalt dan uiteindelijk vooral de beeldhoek. Een laag getal betekent dat je juist heel veel in beeld zult krijgen. Terwijl een hoog getal voor de brandpuntsafstand betekent dat je heel veel dingen juist dichterbij kunt halen. Alles wat ja, tot 35 mm noemen we eigenlijk altijd groothoek. Uh, die objectieven die zijn namelijk heel geschikt voor landschapsfoto's en het maken van overzichtsopnames. Alles tussen de 35 en 55 mm noemen we een normale beeldhoek. Dat is eigenlijk zoals we de wereld om ons heen zien. Uh, daarmee is het dus ook een hele populair beeldhoek, omdat we heel veel dingen dan heel snel herkennen. Een um, brandpuntsafstand van tussen de 60 en de 105 mm, dat noemen we kort en dit is het brandpuntsafstand die we heel veel gebruiken voor het maken van portretopnames. Alles wat dan weer langer is dan die 105 mm, ja, dat noemen we dan teleobjectieven. En dat gebruiken we vooral om ja, dingen dus inderdaad dichterbij te halen. De brandpuntsafstand is dus belangrijk voor alles wat je wilt gaan fotograferen. Dus altijd goed in je achterhoofd houden wanneer je een objectief wilt kopen. Een Zoomobjectief. Ja, die is natuurlijk ook handig. omdat je daarmee heel veel verschillende onderwerpen op heel veel verschillende brandpuntsafstanden kunt fotograferen. Maar zo'n objectief is vaak toch iets minder lichtsterk. En daardoor dan ook weer ja, minder geschikt als je, de als je een onderwerp van de achtergrond wil losmaken. Een portret, ja, die kun je dus gewoon vaak beter fotograferen met een zogenoemde prime lens dan met een Zoomobjectief. En een prime-lens is dan een objectief met een vaste brandpuntsafstand. Vaak is het zo dat hoe lichtsterker een objectief is, ja, hij, hij ook duurder wordt. En de prijs van een objectief is voor veel fotogra fotografen dan ook ja, van doorslaggevende ja, factor bij het aanschaffen van een lens. Toch zijn er ook een aantal andere factoren die natuurlijk de lens en de kwaliteit van een objectief bepalen. Uh, het is natuurlijk logisch. Dat een objectief, dat beschikt bijvoorbeeld over een ingebouwde optische beeldstabilisatie. Natuurlijk ook duurder is dan een objectief wat ja, niet over beeldstabilisatie beschikt. Maar heel soms zijn de verschillen in prijs tussen het ene en het andere objectief soms ook wat minder voor de hand liggend. Uh, bijvoorbeeld als je een nou ja, objectief koopt van Sigma of je koopt een objectief van Nikon of Canon uh, met dezelfde brandpuntsafstand dan zul je zien dat die ene goedkoper is dan de andere. En heel vaak is dat gelegen aan bepaalde coatings die gebruikt worden of om bepaalde lensfouten die gebruikt worden te corrigeren. Uh, Zo'n coating helpt dan bijvoorbeeld in tegenlichtsituaties of, nou ja, en verbetert uiteindelijk gewoon het beeld. Een ander belangrijk punt waarin objectieven van elkaar kunnen verschillen is bijvoorbeeld het aantal diafragmalamellen uh, waarover een objectief beschikt en de mate waarin die lamellen dan mooi zijn afgerond. Hoe meer en hoe ronder uh, die lamellen zijn, hoe mooier de boken en hoe mooier de achtergrond ontscherpte. Wanneer je dus een objectief wilt aanschaffen, is het dus altijd handig om erover ja, ook de reviews te lezen die je op internet kunt vinden. Uh, daarnaast vind ik het zelf ook altijd wel verstandig om te kijken naar ervaringen van andere fotografen die dat objectief dan gebruiken. En zo kom je er dan eigenlijk al snel achter of, ja, en welke lens voor jou geschikt is. En uh, welk merk lens voor jou het beste geschikt is. Objectieven die verliezen minder snel hun waarde dan een camera. Een camera ja, die kost tweedehands na twee of drie jaar heel vaak nog maar 30% van zijn nieuwe waarde. Uh, en verliest daarna eigenlijk die waarde steeds sneller. Terwijl een objectief na vier, vijf jaar soms nog wel 60 of 70% van zijn waarde kan behouden. Als je dus uh, de aanschafprijs als investering ziet, ja, dan zie je dus eigenlijk ook gewoon heel snel wel dat camera's gewoon hele slechte investeringen zijn. En dat je je geld dan veel beter kunt stoppen in glaswerk. Ja, dat prijsverschil wordt natuurlijk ook veroorzaakt door ja, de, de veranderingen in techniek. Een nieuwe generatie camera is elke keer best wel een grote stap vooruit. Uh, maar ja, als je dan gaat kijken bijvoorbeeld uh, naar een objectief. Ja, die, die, die optische formule die daarvoor gebruikt wordt, ja, die verandert natuurlijk niet. Het is eigenlijk een objectief, is vooral natuurkunde. Dus een objectief wat je tien jaar geleden kocht, ja, die is eigenlijk nog steeds net zo goed als een objectief wat nu opnieuw is uitgebracht. En heel vaak is dan het verschil een motortje of. Uh, maar heel veel heel kleine dingetjes, en helemaal niet waar, iets waar je dus ja, heel druk om moet maken. Om die reden kun je dus ook eigenlijk al zeggen dat ja, een camera's, ja die gaan, maar uh, die objectieven, ja, die bewaar je, die hou je in je tas en die neem je gewoon mee naar je volgende camera. Kortom, investeren in een goed objectief. Er ja, is gewoon veel belangrijker dan uh, een camera kopen met de laatste technische snufjes. Door de aanschaf van een objectief vergroot je bovendien uh, je creatieve mogelijkheden en dat doe je eigenlijk nooit. Met de aanschaf van een nieuwe camera. Twijfel je erover welk objectief je moet aanschaffen? Ja, dan doe je er best wel goed aan om zo'n objectief eerst te huren of uit te proberen. Een goede camerazaak, ja, die zal je eigenlijk altijd graag te woord staan. En die zal ook wel, ja, die lens, uh, dan mag je hem altijd proberen. Dus bovendien gaan zij samen kijken met jou van goh, wat is nou voor jou het meest geschikt? Wil je nou meer van dit soort tips en trucs uh, over fotografie en beeldbewerking? Word dan lid van dit kanaal door je hieronder te abonneren. Uh, gaat heel eenvoudig, rode knop, abonneren staat er, opklikken, klaar. Uh, klik je ook even op dat belletje daarnaast, dan stuurt YouTube jou een mailtje, ook handig. En eigenlijk doe je mij er een groot plezier mee. Dus uh, ik vond het fijn om, het, uh, om jullie weer wat ja, uit te leggen over fotografie. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie graag terug. Hé, hey, doeg!